De deur van de Bombay-sluis in Calcutta-Saramaca is gisteren weggespoeld. Het gevolg hiervan is dat bij vloed het gebied rondom de sluis onder brakwater kan komen te liggen. Hierdoor kunnen landbouwers schade lijden. De DC van Saramaca, Lakshmi Narayan Dubé, en het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie hebben meteen ingespeeld op de ontstane situatie. De burgervader zegt dat er met man en macht wordt gewerkt om het gebied te behoeden voor een overstroming. De sluis is ondermijnd vanwege hoge waterstanden en dergelijke, van jaren heen en dergelijke. Hebben we dus geen keerdam en het is nu in een kritieke toestand. We hebben aan de bel getrokken. Ik heb met de minister van LVV gesproken. Ik heb met de vicepresident gesproken. Gisteren heb ik dus voor de tweede maal aan de bel getrokken. Gisteren bij de vicepresident. En terstond heeft hij dus werk van gemaakt. En per heden wordt er dus een aanvang gemaakt met de werkzaamheden. Althans, dat is de bedoeling. Als de aannemer al is gearriveerd, daar weet ik nog niet. Ik heb die informatie nog niet. Maar per vandaag zou de aannemer starten met assessment, onderzoek en dergelijke en een werk uit te voeren om daar weer een stevige keerdam te maken, zodat het niet zo ver komt dat de mensen onder water komen te liggen, want u weet, we leven weer in een regentijd, en zodat het niet zo ver komt dat die sluis, populair gezegd, kan kantelen. Marlon Schoonhoven van Openbaar Groen zal met zijn technische dienst nagaan hoe de sluisdeur zo snel mogelijk kan worden vervangen. Een sluisdeur is weggespoeld en we zijn op dit moment bezig een nieuwe sluisdeur te maken. Maar het gaat niet alleen om die sluisdeur. Er zijn ook wat andere zaken. Er is in elk geval zo dat hier langs de sluis het water doorglipt. En dat gaat ook aangepakt worden. Dus morgenochtend komt er een pakline komt hierheen, morgenochtend vroeg. De mensen van LVV gaan ons ook ondersteunen. En de medewerkers van Openbaar Groen en van Openbare Werken van Saramaca gaan ook ondersteuning geven. Er wordt, dus de sluisdeur komt morgen hierheen. Er komen ook palen die geheid moeten worden. En we hebben klei hier opgeslagen. Ik heb net met een aannemer die jaren terug hier heeft gewerkt, heb ik overleg gepleegd. We kunnen dat klei dat hij hier heeft opgeslagen, kunnen we gebruiken. En morgen wordt het in zijn geheel aangepakt. Marlon Schoonhoven van Openbaar Groen over de vervanging van de Bombay-sluisdeur. Deze bevond zich een hele tijd in slechte staat en spoelde gisteren weg.